Mijn naam is Cor van der Laak en wil hierom dat ik mij op verschrikkelijke wijze in mijn kuif gepikt voel als ik zie en hoor hoe ze elk jaar opnieuw mijn oudejaarsavond verknallen. Mijn oudejaarsavond waar ik een heel jaar hard voor heb gewerkt, als ik de mogelijkheden zou hebben. Want wie staan er het eerst op straat? De oude garde. En wel elke dag barbecue eten. En 2 maal per jaar met vakantie. En dan kopen ze voor 100 gulden, mag ik u even zien Jaap, kopen ze voor 100 gulden vuurwerk. En zijn nog te stom om dat zonder afschuwelijke ongevallen in de lucht te krijgen. En het lijkt wel of de mensen elk jaar stommer en dronkener worden. Dacht je dat er iemand in die hele wijk iets wist van het oude Egypte? Niemand. Laat me niet lachen. De 8e dynastie. Van 1540 tot 1314 voor, zijn naam niet ijdel gebruiken. Waren de volgende heersers. Anmozes I, Amenhotep I, Toetmozes I, Toetmozes II, Hatshepsut. Anmozes III, Toetmozes II, Amenhotep II, Toetmozes III, Amenhotep IV, Akhenaton. Jazeker. Daarna kreeg je Gesemkare, Toetankhamon, dezelfde, Ai en Horemheb. Heeft niemand in deze wijk ooit van gehoord? Nee, nee. Esperanto, geen hond. Ik ben de enige. Oh, speelt hij niet op. Maar goed. En mag ik dan 1 keer per jaar dat een beetje van me afknallen, ja? Ik ga morgenavond afsteken. 10 rotjes. Deze. 6 donderbussen. Dat zijn deze. 1 7-klapper. Een parachute. Jazeker. En om 12 uur exact lanceer ik een astronaut. Hoe steken we dat vuurwerk nog af? Dat ik niet weer, zoals vorig jaar, tot 4-6 uur op 1 januari bezig ben om de hele buurt te verbinden. Dat lijkt wel of ze het ruiken, hè, dat je een EHBO-diploma hebt, maar goed. Een rotje bijvoorbeeld, altijd op een steen leggen, met de lont van je af, aansteken met sigaret of lucifer. En dan, als die brandt, 1, 2, 3, 4, 5, weg. Boom. Ik doe het nu bij wijze van spreken, want het is natuurlijk onbetaalbaar, het vuurwerk zou wel gek zijn om dat nu af te steken. Goed, is het wapen niet geëxplodeerd, dan een emmer, zinken emmer, snel terug, eroverheen, afsluiten dat er geen lucht bij kan, dan dooft het explosief. Ja, gedoofd. Donderbus heeft een lont die ons in staat stelt om 7 meter weg te zijn voor de knalklomp, wat ook beslist noodzakelijk is. Donderbus, aansteken met een sigaret of lucifer en kok, verder weg. Verder weg, er komt een donderbus. Wat? Een donderbus. Toch alleen maar zogenaamd. Dat doet er niet toe. 7 meter weg, het is een donderbus. Ja, oké. Okay. Stik je de donderbus aan. Zo. Aangestoken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boom. Machtig, hè? Dat moet je morgenavond horen. De 7-klapper. Nooit in de hand. Nooit enig vuurwerk in de hand met de 7-klapper in de maan. Dan krijg je 5 keer boem, 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 boem. Weet niet waar je blijft. Gillende keukenmeiden zou ik het liefst verbieden voor heel Nederland. Want je weet niet waar ze blijven. Kunnen achter de bril, onder de rokken van de dames, levensgevaarlijk. Wordt er door een ongeval toch een hand afgeslagen, dan altijd even de emmer eronder om het bloed op te vangen. En is er een of andere gek die met zijn vuurwerk rondsmijt, wat ze elk jaar opnieuw doen, dan altijd, kleine moeite op oudejaarsavond, een bolglaasje erbij. Om het oog wat eventueel wordt uitgeslagen in dat bolglaasje op te vangen. Hup, dat dat niet verloren gaat. Kok zijn dan weer te roken. Ja, ja. En je zou stoppen. Ja, 1 januari. Ja, dat kennen we. Kom, ga je uit. Ah, het is een mentholletje. Maak uit, doe weg, kok. Nee! Wat een stomme, permanente harses. Stomme truc onder een vuurwerk. Van die dingen, ja, van die dingen. Als je hem 1 keer omslaat, zo, dan is hij te hoog als kool. Dan denk je echt, die vent heeft een oude nek, die heeft een hoge kogel in de oor. Sla hem 2 keer om, is hij te dik, is hij te laag. Dus een belachelijke kool. Kijk, dit hebben ze er wel gemaakt. Dus ik ga terug naar die winkel, ik zeg, jongens, wat is het nou voor een kool? He? Kun je geen kooltrui meer maken tegenwoordig? Ze zegt, oh meneer Oosting, rustig, rustig, maak daar geen halszaak van. Ik zeg, geen halszaak? Of dit geen halszaak is, wat is dan wel een halszaak?